Vandaag ga ik tegen Giel strijden om te kijken wie het veiligste huisje bouwt. En ik ben heel erg benieuwd, want Giel is zeker niet de domste. En ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. En ben jij nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal met dat belletje aan? Doe dat dan nu snel hier beneden en wie weet krijg je dan wel een shout-out van mij. En zouden wij de 2500 likes kunnen halen op deze video? Want als wij de 2500 likes halen, ga ik het de volgende keer opnemen tegen Jesse. En geloof me, dat wil je niet missen. Oké, Giel, hier staan we dan weer. Zij aan ja, zij. Alleen ja, dit keer ja, moeten we ja, tegen ja. elkaar opnemen. Oeh, ik vind het heel erg spannend, Dino. Je weet wat je moet doen, toch? Ja, ik weet helemaal wat ik moet doen. Oké, dan zou ik zeggen heel veel geluk. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, go! Doei! Doei, doei! Oké, lieve mensen, we gaan dus weer een heel veilig huisje bouwen. Alleen de vorige keer was ik nog niet heel erg tevreden met mijn huis. Ik bedoel, hij was wel goed, maar er misten een paar dingetjes. Maar vandaag ga ik proberen echt een super mooi huisje te bouwen. Ja, ook al is dat wel een beetje lastig met bedrock, ik kan altijd nog obsidian gebruiken. En wat is natuurlijk mooier dan normale obsidian? Reinforced obsidian. Jazeker, die gaan we ook zeker lekker gebruiken. Ik denk dat het tijd wordt voor een rondhuisje, dus dat gaan we ook denk ik meteen maken. Laten we maar beginnen zo. Ik denk dat dit heel erg vet wordt. Gewoon de combinatie van paars en groen. Zoals jullie weten zitten namelijk Giel en ik samen in één stad. En zijn we eigenlijk gewoon teamgenoten. Alleen vandaag dus gaan we strijden. Maar ik vind het nog wel leuk als wij het paarse en het groene een beetje gaan combineren. Dus wat ik ga doen is ik ga even uittellen. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik denk dat dat wel groot genoeg is. Het is een beetje een soort met een emerald-achtige shape gaan we maken vandaag. Even kijken. Dan moeten we er volgens mij, als ik goed kan tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan is het gewoon weer, even kijken, volgens mij ook weer 10 hier naartoe. Dus 8, 9 en 10. Dan doen we er hier weer even wat 6. En 6, 10. En zo aan, zo aan. Zo, dan hebben we tenminste onze frame. En wat we daarna gaan doen is, we gaan al vanaf de binnenkant gaan we met het groen beginnen. Kijk, ik denk dat dat wel mooi wordt. En dan gaan we iets meer naar binnen toe. En dan hebben we ook wel een beetje structuur in hoe wij het willen. Ik denk oprecht dat dit heel erg vet wordt. Ik bedoel, je kan wel altijd bedrock doen, maar dat ziet er gewoon niet mooi uit. Het is zo kaal. Ik bedoel, geen kleur, alleen maar zwart-wit, groen. Ik bedoel, team groen is toch wel echt het mooiste. Maar ja, anyway, eens even kijken. Want we moeten natuurlijk ook gaan kijken waar we dus onze schat gaan verstoppen, die Giel moet proberen te pakken. Dus even kijken, we gaan nog wel even een layer hoger toe. En wat ik eigenlijk van plan ben, is heel simpel. Ik wil eigenlijk proberen in de muren de sentry guns ook een beetje te camoufleren eigenlijk. Het is heel lastig, de sentry guns zijn namelijk grijs. En die zijn niet echt bepaald paars of wit. Die zijn niet echt bepaald paars of groen. Maar dat mag de pret niet bederven. En ik weet wat jullie denken, jongens. Santi, wat ben jij een apart huisje aan het maken? Ja, maar ik vind het oprecht heel erg leuk, een keertje. Gewoon een beetje variëren. Je moet gewoon een beetje vindingrijk zijn. Zo, eens even kijken. Maar wat we natuurlijk ook gaan doen, is een klassieke lavapool rondom ons huis. Ja, dat moet gewoon. Vorige keer wou ik namelijk een zombie pit maken. Werkte niet echt, dus ik ga gewoon vandaag weer voor een zekerheidje. En we plaatsen gewoon weer lekker lava hieromheen. Alleen, het ziet er allemaal wat mooier uit. Vandaag zit helemaal in de teken van er mooi uitzien. En ik ben oprecht benieuwd of Giel hier doorheen gaat komen. Ik bedoel, ik heb echt wel wat verrassingen voor hem in petto. En als jij nou ook denkt van Santi, eigenlijk moet je dit gewoon proberen. Laat het even achter in de reacties. Want ik ben heel erg benieuwd of jullie mij kunnen helpen om te winnen van de anderen. Dan hebben we tenminste de gracht geplaatst. En dan moeten we even overal lava. Er mag geen enkele plek ontbreken met lava. Hij mag er gewoon niet doorheen komen. Zo, de hele gracht ligt vol met lava. Alleen, het leek me misschien leuk om een dispense systeem te maken. Alleen, ik weet even niet 1, 2, 3 hoe ik dat moet doen. Dus dat gaan we dan een ander keertje doen. Maar ik heb nog wel veel meer voor hem in petto. Oké, lieve mensen. Ik ben er helaas achter gekomen dat onze security het niet doet. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want ik heb namelijk een heel erg goed idee. Want wat wij namelijk gaan doen, is wij gaan hier gewoon 2 pressure plates zetten. Maar wij gaan hier namelijk 2 pressure plates neerzetten die de deuren gewoon openen. Maar ik wil het zo maken dat deze pressure plates ook dispensers droppen met allemaal mobs. Dus wat hebben we daarvoor nodig? We gaan eventjes wat redstone erbij pakken. Dan gaan we ook nog even dispensers erbij pakken. Zo. En dan wil ik ook natuurlijk misschien een paar zombie mobs. Moeten we er even wel een paar van pakken. Want anders gaat die werken. Dan gaan we die hier plaatsen namelijk. Hier zo 1 en hier zo 1. Daar zetten we dan 32 eieren in. En hier ook 32 eieren. En wat we ook doen is dan hier. Want dan zal het waarschijnlijk volgens mij dubbel moeten werken. Dus het enige wat we hoeven te doen is hieronder even een lijn maken van redstone. Zo en zo. En als het goed is. Zo en als het goed is. Ik heb nu redstone namelijk geplaatst. Zou dit moeten werken dat er meteen zombies uitkomen. Ik ben echt ontzettend benieuwd. Ik denk wel dat het gaat werken. Maar dan hebben we hier in ieder geval de binnenkant. We moeten natuurlijk wel even nog wat meer omhoog bouwen. Want anders hebben we helemaal geen dak straks. En dat zou
echt heel zonde zijn, want dan kan Giel gewoon meteen naar boven. Zo, even kijken. Dan maken we gewoon een heel simpel dak. Dan maken we gewoon van groen. Want ja, ik ben niet echt van plan om in zo'n ronde, ja, een soort gebouw een echt heus dak te maken. Dat gaat gewoon niet lukken. Dus dit gaan we zo eventjes dichtbouwen. Hoppa. En nou is het leuke dat wij world edit in deze wereld hebben. Dus wat ik ga doen, ik ga dat gewoon zo doen. En dan doen we /set. En dan, als het goed is, als ik nu lime concrete ga selecteren, zou het helemaal moeten vullen met lime concrete. En het werkt ook nog eens. Kijk, dat is super mooi. Het is niet helemaal, dus we moeten dit nog even afmaken. Maar het ziet er steeds vetter uit. Oké, dan gaan we dit nog eventjes invullen. Dan hebben we tenminste het dak. Dat is mooi. Dus de zombies die daar inspannen, die blijven sowieso leven. Dan moeten we nog even kijken. Want de voorkant is relatief makkelijk. En de enige geval wat ik eigenlijk heb hier, oh, is namelijk mijn zombie spanner van binnen. Nou moet het er natuurlijk wel ook een beetje mooi uitzien. Dus we gaan wel even een paar licht spannen. Zo, zo. En dan hier ook nog een paar. Zo, helemaal mooi maken een beetje. Kijk, hoppa. En dan doen we dit. En dan doen we dit een beetje zo. Hop. En dan in principe, als hij binnen is, is hij ook binnen. Dus dat is even een klein probleempje. Alhoewel, we kunnen hem ook meteen laten denken dat als deze open gaan, oh, dat is misschien wel goeie. Dan maken we hier gewoon een heel diep gat. Zo, en misschien kunnen we hem dan wel naar beneden laten droppen met dispensers. Ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doen. Eens even kijken. Nou, niet dispensers. Waar heb ik het nou over? Ik bedoel natuurlijk sticky pistons. Eens even kijken. Die moeten we aan de zijkanten doen. Eens even kijken. Die moeten we hier zo doen als het goed is. Ja, we kunnen ze niet testen. We gaan er zombies spannen. Dat is wel het enige. Dat is het enige nadeel. En dan doen we gewoon dit. Dan moeten we heel eventjes nadenken. Want als het goed is, als we nu dit gaan doen, dan werkt het niet. Ja, dat dacht ik al. Eens even kijken. Dan moeten we er even omheen werken. Zo. Kijk, en dan doen we hier zo redstone. Nou, als het goed is. Ik doe dit echt uit de losse hand, jongens. Ik doe dit echt uit de losse pols. Dus als het niet goed gaat, laat even weten in de reacties. Ik ben echt heel erg benieuwd naar jullie tips en tricks. Mij kunnen helpen het veiligste huis te bouwen. En dan als het goed is, zou dit gewoon moeten werken. Als het goed is. Technisch gezien zou dit moeten werken. Oké. Ik heb heel even gekeken. We doen het gewoon nu zo. We kunnen er maar eentje laten werken schijnbaar. Dus dat is wel een beetje vervelend. Kijk, dan doen we het gewoon zo. En dan doen we het dat deze rij helemaal zo weggehaald wordt. Dus we doen het even weer helemaal opvullen. En ik hoop dat Giel het gewoon niet ziet. Want het enige wat hij hoeft te doen is dit een beetje niet te zien. Of hij hoeft dit alleen te omzeilen en dan heeft hij het in principe gehaald. Dus ja, wacht even. Even kijken. Ja, gaat dit wel werken met dat? Oké, lieve mensen. Het is dus echt een hele opgave geweest. Maar als het goed is, zou het nu moeten werken. Dus het is relatief saai. Ik ga het nog eventjes met World Edit veranderen naar stenen. Want ja, dat ziet er wel even net wat mooier uit. Dus dan doen we dit. En dan doen we /replace naar stone bricks. En als het goed is, zou het moeten werken. En het werkt tenminste wel. Het ziet er in principe mooi uit. Ik ga niet voor jullie liegen. En dan gaan we het nog even een beetje volmaken met licht. En er nog even een paar paintings bij doen. Want anders ziet het er zo saai uit. Zo, hier een painting, daar een painting. Ik gooi gewoon echt overal maar paint in. Zodat hij een beetje ervan gek wordt. Zo, hoppa. Nou ja, het ziet er echt heel erg vreemd uit. Wat ik wel ga doen is, ik ga hier een kist neerzetten. En daar maken we wel gewoon een normale kist van. Ik bedoel, dat verdient hij wel als hij het overleeft. Dus daar gaan we eventjes een paar diamanten ook nog bij doen. Zo, hij krijgt lekker een hele volle stack van me. Ik gooi hem helemaal zo vol. Ik vind het wel helemaal prima zo. En ik denk dat we dan wel klaar zijn. Behalve dit. Ja, dat gaan we dus niet. Ik denk dat we dan wel klaar zijn. Moeten we wel even hier boven eruit. Want anders gaan we alles activeren. En dat moet namelijk niet. En ik, nou, weet je wat? Weet je wat, lieve mensen? Ik wil er nog best wel even wat ramen in doen. Anders ziet het er zo lelijk uit. Oké, en dat gaan we dus niet hier doen. Want anders zie je de dispenser. En dat willen we namelijk niet. Wat ik wel ga doen is, ik ga hier even een paar raampjes maken. Gewoon een paar zo. Hoppa, lime raampjes. Ik bedoel, het moet nog steeds groen blijven, toch? Ja, oké. Ja, dat kan. Maar dan. Dan halen we de painters weg. In ieder geval, we doen wel gewoon een paar raampjes in. Want ja, voor de rest maakt het me ook niet heel erg gek vanuit. Zo, hoppa. Dan doen we dit. En dan doen we hier nog een beetje. Hoppa. En dan doen we er hier nog eentje. En dan is het denk ik toch wel een beetje klaar. Of tenminste, weet je wat? Ik kan niet stoppen, lieve mensen. Ik kan gewoon echt niet stoppen. Dan doen we gewoon een beetje dit. Zodat het een beetje als een vestiging eruit ziet. Ik denk dat het wel vet is. En dan denk ik dat we wel klaar zijn, lieve mensen. Ik weet echt helemaal niks anders te verzinnen. Misschien dat we nog wat mooier eromheen kunnen maken. Maar we zien het allemaal wel. Ik ga even bij Giel kijken of die klaar is. Oké, Giel, tijd is voorbij. Ben je ready? Ja, ik ben helemaal klaar. Oké, mooi, mooi, mooi. Dan mag je over de muur heen komen en naar mij toe komen. Ja. Wow, oké. Wat is dit voor gekke foe? Ja, ik dacht, ik blijf een beetje in het buitenaardse thema. Ik vond het best wel leuk. Het is wel een combo van onze kleuren, Giel. Ja, ik zie het. Mooi gedaan. En mooi, toch? Hoe moet ik naar binnen komen? Oké, als je even hier naar voren komt, want je krijgt wel even een paar dingetjes van me. Oké. Ik denk dat het relatief moeilijk voor je gaat worden. Eens even kijken. Ik geef het ten allereerste een stenen zwaard. Een stenen zwaard? Wat moet er dan weer met een stenen zwaard? Het moet niet te makkelijk worden, hè? Je krijgt dan van mij ook namelijk gewoon leather armor.
Oké, nou weet je, we gaan het maar gewoon doen. Oké, en wacht. Misschien, je krijgt 2 gasbloemen, alsjeblieft. Oké, nou super bedankt. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik zou zeggen, succes Giel. En probeer maar naar binnen te komen. Ja, oké. Joejoe. Oké, nou dat ging heel erg makkelijk. Wat gebeurt hier? Santino, wat heb je gedaan? Wat ik heb gedaan is, ik heb dispensers aan de deuren vastgezet. Au. Ja, maar dit is echt super. Ik heb alleen maar een zwaard, Santino. Ben je dat vergeten toen je dit... Ja, maar dit lukt jou wel, Giel. Ik vind het oprecht knap dat je gewoon over mijn val bent heen gegaan, want die werkt schijnbaar niet. Oh, nee. Oh, nee. Ah, raak verdoemd, lastig. Giel. Nee, niet raak verdoemd. Dat is super gemeen om te zeggen, Santino. Wat is er nou? Hé, maar je redt het wel. Ja, misschien wel. Ik ben wel bijna dood. Oké. Ik ga gewoon meteen die zombie dingen eruit halen. Je mag het niet overleven, Giel. Ah, wat doe je nou? Nee. Ik kan dit nooit overleven, Santino. Ah. Jawel, dit red je makkelijk, Giel. Nee, dit red ik nooit. Je moet er niet nog meer plaatsen, Santino. Ik heb nog maar een half. Oké. Oké, nee, Giel. Ik zal ze even voor je weghalen. Ik ga weer dood. Ik ga gewoon nog een keer dood. Nee. Blijf rennen, Giel. Blijf rennen. Ik ga proberen. Ren, Giel. Ren. Oh, er komt een zombie achter jou. Nee, ze mogen allemaal achter me aankomen. Dan lopen ze hier nog een keer de lava in. Nee, Giel, je kan nu wel weer naar binnen komen, hoor. Oké, wat goed. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje jammer, want het was de eerste keer dat ik redstone gebruikte. De bedoeling. Oh mijn god, je hebt ook gewoon de diamant. Je gaat ook gewoon meteen voor de diamant. Ja, tuurlijk ga ik meteen voor de diamant. Dankjewel, Santino. Dankjewel. Echt bedankt. Ik wil je nog wel even vertellen dat ik het wel jammer vind, want eigenlijk had dit open moeten gaan en ik was je naar beneden gevallen. Maar dat was mijn huis, omdat onze beveiliging het op dit moment niet doet. Dan moeten we een beetje provoceren. Ja, snap ik. Oké, Santino, wil je ook die van mij zien? Ah, ik ben nu wel echt heel erg benieuwd, hoor, Giel. Oké. Nou, kom maar. Wat? Wat heb jij gemaakt allemaal, zeg? Ja, ik heb voor jou een parcours gemaakt, want je mag natuurlijk niet te makkelijk bij de schat komen, Santino. Oh mijn god, dit is oprecht gewoon slim. Dit is echt oprecht gewoon heel erg slim. Ja. Maar je moet wel een survival en van mij krijg je helemaal geen spullen. Ik krijg helemaal niks? Ja, het enige wat je krijgt is een hele hoop brood hier achter je. Daar heb ik even een paar brood. Voor je. Oeh, lekker. Ik hou van brood, Giel. Ja, ik ook. Oké, waar moet ik beginnen? Ja, hier. En dan moet je hem zo halen. En ik weet niet of dat je hem in één keer kan halen. Ik heb hem wel in één keer gehaald. Oké, ik heb hem niet in één keer gehaald. Oh, maar ik stuit er niet dood. Kijk, dat is wel leuk. Ja, dat is leuk inderdaad. Ik dacht van anders dan is het ook allemaal zo moeilijk. En jij bent natuurlijk hartstikke noob. Dus ik heb er een soort van parcoursje van gemaakt. Wauw, lekker weer, Giel. Oké, ik ga even laten zien hoe een echte parcoursmeester dit doet. Ja, ik heb hem al gehaald, hoor. Je bent er nog lang niet, zegt hij. Oh mijn god. Kijk, ik heb hem nou dus gewoon legit gehaald in de tijd dat jij al 3000 keer dood bent gegaan. Ja, maar ik liep per ongeluk door bij de ladder. Ja. Weet gewoon shift drukken als je op zo'n blokje staat. Dat werkt. Ja, goed zo. Juist, goed zo. Echt geen moeilijk parcours, Santi. Nee, het is zeker niet moeilijk, maar ik schoot gewoon heel even... Oh, je bent op de helft. Helft met een W, Giel. Met een W. Doe nou even gewoon lief. Ik doe lief. Maar Santino, omdat je hem zo goed gehaald hebt, krijg je nog een diamant van me, oké? Oh, dankjewel, Giel. Ik ga je heel eerlijk zeggen, dit was oprecht een heel slim huisje. Ik denk dat jij wel wint. Ja, toch. Maar de kijkers mogen het bepalen in de reactie. Woe! Dat was het weer voor deze video. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En check even een van deze 2 video's, want ze zijn echt ontzettend grappig. Maar je moet wel snel zijn, want ze gaan zo weg.